Zolang Peter Reewinkel burgemeester van Groningen is, zal Hans Nijland niet meer overleggen met de gemeente, politie en justitie over de veiligheid rond wedstrijden van FC Groningen. Nijland voelt zich niet langer serieus genomen. Aanleiding is het verbod op de vrije verkoop van kaarten voor de playoffwedstrijd morgenavond tegen FC Twente. Sportverslaggever Frederik Stokker. Frederik, wat is er nou precies aan de hand? Nou ja, door de maatregel van de burgemeester is voor FC Groningen eigenlijk veel lastiger om dat stadion morgen echt goed te vullen tegen FC Twente. Als je seizoenkaarthouder bent of clubkaarthouder of je woont in de drie noordelijke provincies en je gaat met legitimatiebewijs naar het stadion toe, dan kun je maximaal 2 kaarten krijgen voor die wedstrijd. Nou, dat is natuurlijk allemaal buitengewoon lastig ook voor de club en voor de supporters. Daar zijn ze bij Groningen buitengewoon ontevreden over. Het is ook allemaal niet nodig. En normaal gesproken, eens in zoveel tijd, schuift Groningen ook aan bij het overleg met de lokale driehoek rondom de veiligheid van de wedstrijden van FC Groningen. Dan kan Groningen ook het advies geven. Nou, dat is in dit geval helemaal niet gebeurd. Groningen heeft gezegd van ja, de gemeente luistert alleen maar naar het advies van de provincie en wederom niet naar het advies van FC Groningen. Nou, en Nijland die is eigenlijk ook ontploft toen hij hoorde van het feit dat deze wedstrijd tegen FC Twente, dat er geen sprake kon zijn van vrij verkoop. Dit is toch bizar, dit is toch te gek voor woorden dat dit op deze manier zo moet. Het was een advies van de politie. Waarom de politie dit heeft geadviseerd is ons ook volstrekt een raadsel. Maar goed, er is niet naar ons geluisterd, alleen maar geluisterd naar het advies van de politie. Ook de feiten kent onze burgemeester niet goed, want die meldde mij vanmorgen in het telefoongesprek dat in geval er sprake is van een verplichte buscombi, en dat is het overigens morgen, dus voor de Twente supporters geldt dat daar ook aan gekoppeld wordt een restrictie bij kaartverkoop. Nou ja, dat is niet waar. Maar als je als club, ook als directie en als club, door de burgemeester volstrekt niet serieus wordt genomen, ja, dan moet je dat niet doen. Als je een beetje eigenwaarde hebt, dan schuif je niet met mensen aan tafel die jou niet serieus nemen, lijkt mij. Volgens Nijland is Reewinkel dus niet op de hoogte van de feiten. Ja, wat Reewinkel doet volgens FC Groningen is, als er sprake is van verplichte buscombi voor de supporters van de uitspelende partij, FC Twente in dit geval, ja, dat er automatisch sprake is van het feit dat er geen vrije verkoop is. Groningen zegt van ja, daar is geen sprake van. Er zijn meerdere wedstrijden geweest waarbij de verplichte buscombi was voor de uitsupporters, maar juist wel vrije verkoop voor de toegangskaarten. Waaronder bijvoorbeeld een wedstrijd dit seizoen tegen FC Twente. Ja, wat is de reactie van Reewinkel hierop? Reewinkel wilde naar ons toe niet reageren, omdat de RTV Noord eigenlijk altijd lastiger vindt. Nu is er vanmiddag wel een vergadering geweest. Er zijn door de verschillende raadsfracties vragen gesteld. En Reewinkel heeft daar ook op geantwoord. En heeft gezegd van ja, FC Groningen, FC Twente is altijd een risicowedstrijd. Dat klopt. Dat is het ook al jaren. Ja. Daarbij komt, zegt hij van ja, het is donderdagavond. Vaste stapavond in Groningen natuurlijk. Er is de meikermis, er is koopavond. Er is allemaal politie-inzet voor nodig. Heeft hij toch een punt? Ja, op zich is dat allemaal best wel goed te volgen. Aan de andere kant, als je de wedstrijden ziet van FC Groningen sinds ze naar de Euroborg zijn geweest, zijn nooit relletjes geweest. Dus hoeveel politie-inzet heb je dan nodig voor die wedstrijden tegen FC Twente? Misschien valt dat allemaal wel mee. Ja. Nou, daarnaast heeft Reewinkel het volgende nog gezegd vanmiddag. Dat heb ik even op een kaart gezet. Het is niet zo dat FC Groningen dit niet had kunnen weten. De club is op 7 mei al op de hoogte gebracht. Er is contact geweest met de KNVB en vanuit de politie. Nou, dus dat is natuurlijk de hamvraag. Is dat zo? Ja. Ja. Groningen is daarover geïnformeerd. Er is ook gezegd op 7 mei van er is sprake van verplichte buscombi. Ja. Alleen er is niet gezegd dat de voorwaarden veranderen. Dus dat er ook geen vrije verkoop zou zijn. Tot slot, nu verder? Nou ja, Nijland heeft gezegd van zolang Reewinkel burgemeester is van Groningen, schuift Nijland in ieder geval niet aan bij het overleg met de lokale driehoek. Nee. Maar dat kan maximaal 2 jaar duren. Aan de andere kant, ja, we hebben het wel over veiligheid rondom die wedstrijden. Misschien moeten ze die strijdbel toch ook maar enigszins proberen te begraven. Dankjewel, Frederik Stokker. Hoe dan ook, morgenavond wordt er dus gevoetbald en later in deze uitzending meer over die voorbeschouwing op FC Groningen tegen FC Twente.